Dank u wel. Dank u wel. De heer Jetten heeft een vraag. De heer Jetten. Ja, voorzitter, collega Van Dijk had het net over dat Europa zich niet moet laten chanteren door Turkije. En dat ben ik met hem eens. Maar mijn vraag aan hem is, waarom is het dan wel oké om ons te laten chanteren door Polen en Hongarije? De heer Emiel Van Dijk. Dat heb ik niet gezegd en volgens mij is er geen sprake van chantage. Jullie hebben regeltjes afgesproken in dat verschrikkelijke verdrag van Lissabon. En daar zijn veto's bij ingebegrepen die wij godzijdank nog hebben. Ook al worden die veel te weinig door deze regering ingezet. En daar heeft u dan mee te leven. Voorzitter, Polen en Hongarije chanteren wel degelijk de Europese Unie nu in de onderhandelingen over de meerjarenbegroting, waar miljarden aan geld in zit, ook voor Nederlandse ondernemers. Ze chanteren ons omdat ze zich niet willen voegen naar de afspraken van de democratische rechtsstaat, zoals we die in Nederland en in de Europese Unie met elkaar hebben afgesproken. En het was een tijd geleden de fractievoorzitter van de PVV, de heer Wilders, die hier in het vragenuur of in een debat tegen premier Rutte zei, hadden we maar premier Orbán in Nederland. Zeker. En mijn vraag... En zeker, zegt de heer Van Dijk. Mijn vraag aan hem is, waar komt eigenlijk die liefde van de PVV voor Orbán vandaan? Is het de gedeelde haat tegen moslims? Is het de gedeelde haat tegen joden? Is het de anti-homo-zones die in Hongarije en Polen worden ingesteld? Zijn dat de redenen waarom de PVV zo'n fan is van die twee autoritaire regimes? De heer Emiel Van Dijk. Ten eerste laat ik beginnen om even wat sprookjes van de heer Jetten van D66 recht te zetten. Nederland gaat 100 miljard aan het coronanoodfonds bijdragen. Er gaat geen miljard naar Nederlandse bedrijven toe. Dus laten we dat even duidelijk hebben gesteld. Wij gaan betalen, we gaan niks ontvangen. Duitsland gaat ontvangen, Griekenland gaat ontvangen, Portugal gaat ontvangen. Al die landen gaan ontvangen en wij mogen ervoor betalen. Dat gezegd hebbende, waarom wij een groot voorstander zijn van een karakter, een persoon als Orbán in plaats van premier Rutte, is omdat die man wel zijn rug recht houdt. Omdat die man wel voor zijn eigen bevolking opkomt. Omdat die man wel kiest voor zijn nationale belangen in plaats van de nationale belangen te verkwanselen om maar in Europa lief te worden gevonden. Dat doet die man niet. Dus ik denk dat dat zeker een bewonderenswaardige instelling is in vergelijking tot de heer Rutte die overal bij het kruisje tekent als er maar weer geld over de balk moet worden gesmeten. En over anti-homozones gesproken, bent u wel eens in Amsterdam geweest? Misschien moeten we eens dichter bij huis gaan kijken over het bestrijden van het anti-homo gedachtegoed. En hier in Nederland de problemen op orde brengen in plaats van te kijken wat er in Polen en Hongarije allemaal niet goed gaat. De heer Rietzen. Ja, voorzitter, dat Europese herstelfonds is wel degelijk ook in het belang van Nederlandse ondernemers, omdat we ons als handelsland ons geld verdienen in die Europese economie. Maar ik constateer dat de heer Van Dijk, net als de heer Wilders, in debatten die gaan over Orbán, in debatten die gaan over Polen, gewoon niet wil erkennen dat daar sprake is van islamofobie, van xenofobie, van antisemitisme, van het monddoodmaken van oppositie en media, van het ontslaan van rechters en van het instellen van anti-homozones, dat hij daar zich niet stellig tegen wil uitspreken en dat de lange arm van Orbán dus diep in de PVV-fractie zit. Ja, sorry hoor, maar de collega van D66 moet zich even diep gaan schamen, want de hypocrisie die hiervan afdruipt, dat is echt ongelooflijk. Ik heb de heer Jetten niet gehoord toen het de ambtenaren van Ivo Opstelten waren van de VVD, die zich bemoeiden met de vervolging van mijn partijleider Geert Wilders. Misschien had hij zich daar even druk om moeten maken, in plaats van wat er in Polen en Hongarije allemaal speelt. Want we hebben grote problemen dichter bij huis met onze rechtsstaat dan u denkt en dan u nu doet voorkomen. Dus ik vind het echt ongelooflijk dat de heer Jetten zich zo druk maakt over wat er in Polen en Hongarije gebeurt en hier een turning a blind eye, dus zijn ogen sluit voor wat er hier onder zijn eigen neus gebeurt qua corruptie, rechtsstaat en noem het maar op. Mevrouw Buitenweg. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ben meestal niet bij deze debatten aanwezig, dus ik heb ook nog niet helemaal door nu wat eigenlijk het standpunt van de PVV is, want op alle vragen van de heer Jetten komt eigenlijk alleen maar het antwoord van ja, maar in Nederland is het ook niet. Dus vandaar, misschien kan dan toch de collega wat verhelderen. Wat vindt hij dan van bijvoorbeeld die homovrije zones in Polen? En wat vindt hij dan van de voorstellen van Orbán om te zorgen dat vrouwen meer gaan baren door ze daar ook financieel voor te compenseren? Wat vindt u van die twee concrete voorstellen? Ik denk dat mijn persoonlijke mening daar niet zo heel veel toe doet wat ik van die voorstellen vind. Ik denk dat we hier Nederlands volksvertegenwoordiger, u bent straks aan de beurt, heer Rutte. We kunnen hier
hier wel gaan lopen praten over de rechtsstaat en over de situatie in Polen en Hongarije. Als het aan de PVV ligt, gaat er sowieso geen euro aan belastinggeld naar Hongarije of Polen. Dus of ze het nou blokkeren of dat ze het niet blokkeren, is voor ons om het even. En wij zijn hier als Nederlands volksvertegenwoordiger verantwoordelijk voor wat er in Nederland gebeurt. Dus waarom maken wij ons druk over de situatie in Polen en Hongarije? Daar moet geen cent aan belastinggeld naartoe. Daar hebben we het al vaker over gehad. En we moeten ons focussen op de problemen waar Nederlandse burgers zich druk om maken. Onder andere die 100 miljard die straks wordt uitgegeven. Terwijl hier de horeca kapot wordt gemaakt en mensen niet meer weten of ze straks een baan nog hebben. Daar moeten we ons druk om maken in plaats van alle EU sprookjes proberen in stand te houden. Ja, mevrouw Buitenweg. Nou, wat ik hoor is eigenlijk dat de collega zich schaamt. Hij schaamt zich voor het feit dat hij aan de ene kant zegt dat de leiders die hij bewondert, dat de leiders zijn die homohaat en vrouwenhaat ook verspreiden. Maar dat zijn de leiders waarvan gezegd wordt dat ook de leider van de PVV die bewondert. En op het moment dat dan om concrete vragen gaat, van bewondert u ook hun beleid, dan komt er op geen enkele wijze een antwoord, omdat u zich gewoon schaamt. En dat is in ieder geval hoopgevend. Nou, ik vind het een geweldige constatering, maar het is niet juist. De heer Koopmans. Ja, dan hoop ik dat het nu nog verduidelijkt wordt. Want de PVV heeft wel gezegd, wij moeten een voorbeeld nemen aan de heer Orbán. De PVV heeft gezegd, wij hebben liever een premier als de heer Orbán. Ja. De heer Orbán, die heeft dus politieke rechtbanken gecreëerd. Rechtbanken die toezicht houden op de rechter zelf, opdat ze politiek gecontroleerd kunnen worden. De PVV die steunt een premier in Hongarije, stelt hem als voorbeeld aan Nederland, die dat doet. En die ook nog homovrije zones verkondigt in zijn land. Dus stelt de PVV daadwerkelijk dat als voorbeeld aan Nederland. U vraagt naar de bekende weg. Mijn partijleider is daar heel duidelijk over geweest. Orbán is een geweldig premier voor zijn land en wij zouden iemand moeten hebben, net zoals Orbán, die zich ook voor zijn eigen bevolking zou inzetten. Wat ze daar doen met homorechten en dergelijke, dat is niet onze lijn. Dat zouden wij hier in Nederland nooit doen, dus u kunt dat vergelijken of die frame kunt u wel proberen te maken. Maar u zult hier een premier wil dus nooit horen pleiten voor homovrije zones, dus dat kunt u uit uw hoofd halen. Ja, nee, maar ik hoor. Maar ik hoor de PVV ervoor pleiten dat wij een premier hebben als de heer Orbán. Zoals, de heer Orbán, ja. Die dat dus doet. Politieke rechtbanken, homovrije zones, het muilkorven van de media. Die dat doet. Wil de PVV dat dus? Ik hoor nu de PVV zeggen, nee, dat willen we niet. Wat wilt u dan? Maar u wilt een heer Orbán die dat doet, dus u wilt dat. En anders moet u afstand nemen van de heer Orbán. Wij gaan helemaal geen afstand nemen van de heer Orbán. Dat is complete onzin. Waarom zou ik dat doen? Maar het is weer. Het is gewoon stuitend om te zien weer dat uit de mond van de VVD zulke hoogdravende teksten komen over bescherming van de rechtsstaat, over homovrije zones. Ik zei het net tegen uw collega Jet, in Amsterdam hebben we homovrije zones waar mensen niet hand in hand kunnen lopen omdat ze in elkaar worden geramd door vervelende Marokkanen. U doet daar helemaal niks voor. We hebben uw eigen partij, we hebben het gezien allemaal. 5 jaar lang wordt mijn partijleider vervolgd door ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder leiding van een VVD'er. En dan komt u hier mij nou de maat nemen over de rechtsstaat in Polen en Hongarije. Ga toch weg, echt. Wat is dit? De heer Koopmans. Ik zal alleen constateren dat de PVV dus geen afstand heeft genomen van het beleid van de premier die het hier tot voorbeeld stelt. En een premier dus in Hongarije die politieke rechtbanken creëert en die homovrije zones creëert. En die de pers muilkorft. Geen afstand van genomen. De laatste kans geef ik nu aan de PVV. Ik ga vastzitten. Dank u wel. U kunt constateren totdat het in ons weegt, maar u krijgt geen ander antwoord. Mevrouw Leijten. Ik vroeg me af of de Partij voor de Vrijheid ook voor vrije media is. Beter dan staatsgecontroleerde media zoals de NOS. Ja, mevrouw Leijten. Precies, precies. Maar ja is het antwoord. En wat vindt u er dan van dat juist in de regimes die hier worden aangevallen, maar ik vind het altijd een beetje tekort doen om er alleen Polen en Hongarije te noemen en bijvoorbeeld Malta te vergeten of Bulgarije te vergeten of Tsjechië te vergeten, waar ook die tendensen gaande zijn, waarbij de media steeds meer wordt opgekocht, waardoor onafhankelijke journalistiek niet meer zijn werk kan doen en misstanden boven tafel kan tillen,
die bijvoorbeeld ook te maken zouden kunnen hebben met de rechtszaak van uw partijleider. Ja. Maar is het dan niet raar dat u aan de ene kant zegt, kijk eens naar Nederland en er is genoeg te doen, maar aan de andere kant totaal wegkijkt van Hongarije en Orbán die dat doet? Wij kijken daar niet weg, maar we hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid over. Wij zijn Nederlands volksvertegenwoordigers. Wij staan hier in de Tweede Kamer in Den Haag. Wij zitten niet in Boedapest. Wij zitten niet in Hongarije. We zitten niet in Polen. We zitten niet op Malta. We hebben daar helemaal niks mee te maken wat die mensen in die landen doen. En natuurlijk, vrije pers is een groot recht. En ik wou dat we dat wel iets meer hadden in Nederland. Wat onbevooroordeelde pers. Dat zou hartstikke mooi zijn. Geweldig. Mevrouw Leijten. Ja, dat vinden dus ook heel veel Hongaren. Dat ze vrij zijn als er onbevooroordeelde de pers was. En dat gun ik. Kijk, wat u zegt, wij gaan alleen over Nederland. Nee, we hebben hier een debat over de Europese Unie. We hebben daar ook mee te maken. En daar willen wij uit. Meer dan dat u wil, maar we hebben daar mee te maken. En het gekke is dus dat de PVV een regime op het schild hijst. Wat totaal lak heeft aan oppositie. Iets wat u zelf bent. Wat de SP ook is. Wij weten hoe belangrijk het is om tegenkracht te bieden aan een regering die niet aan openheid doet en die maar doordendert met fout coronabeleid. En dat die weten moties wij. Weigert uit te voeren en zo kunnen we nog precies, even doorgaan. Precies, ja. Geen enkel probleem. Maar daar hebben wij toch juist dat middenveld ook voor nodig. Die vrijheid die ons gegeven wordt om te spreken in het parlement, om in de media te spreken. En waarom verdedigt u dan een regime wat niet alleen de media daarin monddood maakt, maatschappelijke organisaties monddood maakt en zelfs parlementariërs monddood maakt die dat doet? Ik begrijp dat echt niet. Mevrouw Leijten die gaf haar eigen antwoord al. Goed. We hebben in Nederland... Ja. U wilt het af... Nee, okay. Maakt uw zin af. Nee, we hebben in Nederland al heel veel om ons zorgen over te maken. Over de vrijheid van parlementariërs, over het niet worden vervolgd voor je politieke mening, noem het maar op. Dus waarom zouden wij ons in hemelsnaam bezighouden met wat er in Hongarije gebeurt? Dat heeft echt onze prioriteit niet. En dat staat los van het feit dat mijn partijleider zegt van Orbán, dat is een geweldige premier, zou een betere premier zijn dan deze premier. En dat doet daar helemaal niks aan af. Want dat zou ook zo zijn. Iemand die voor zijn eigen land opkomt. Iemand die de grenzen sluit en zegt dat hier niet verder. Er komt niemand meer binnen en we gooien iedereen eruit die crimineel is, die overlast veroorzaakt. En wat doen wij? We geven ze bed, bad en brood. We geven ze gratis gezondheidszorg. We doen helemaal niks voor die Nederlanders. Wij zouden een premier kunnen gebruiken die dat wel doet. En daar denk ik dat u uw antwoord moet gaan zoeken. Dan hoop ik dat... De heer Emiel van Dijk. De heer van Dijk, Emiel van Dijk, geen oppositielid zal zijn in het land van zijn veelgeprezen Orbán. Want dan kan hij precies dat, wat hij hier nu wel kan, niet meer doen. En dat is de hypocrisie van pleiten voor een leider die geen tegenspraak duldt. Is dat als je aan de verkeerde kant van de streep staat, dat je dan echt aan de verkeerde kant staat. En dat is nou juist de waarde van democratie, is dat iedereen vrijheid wordt gegund. En waarom zijn wij er zo streng omdat dat in Hongarije, op Malta, in Polen fout gaat? Omdat we juist voor mensen die een minderheidsstandpunt vertolken, en dat doet de PVV, doet de SP ook, dat we die het recht geven. En dat u dat recht niet verdedigt, dat maakt het hypocriet. Nou, dat verdedigen wij wel, want het recht van de minderheid, dat zijn al die PVV-stemmers die hier worden gediscrimineerd ten koste of om asielzoekers te bevoordelen, die een huis aan hun neus voorbij zien gaan, omdat statushouders voorrang krijgen nog steeds door deze regering. Dat zijn de mensen waar wij voor opkomen. En het is allemaal een heel nobel streven wat de SP zegt te menen willen in Hongarije. En dat staat ze vrij om dat te doen. Wij kiezen voor Nederlanders en we proberen onze taak als oppositie hier in Nederland keihard uit te voeren. En daar moeten we hard voor knokken, want het wordt ons niet makkelijk gemaakt. En dat blijven we ook doen. En het laatste waar we ons druk om moeten maken is wat ze in Hongarije, Polen, Duitsland of Frankrijk doen.